Dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe video van de F123 Career Mode Serie met Ferrari. We gaan weer verder waar we gebleven waren en dit keer staat de Grand Prix van Frankrijk op het programma. En we hebben geen updates voor deze Grand Prix meegenomen. Dus dat houdt in dat McLaren sowieso het eerste team blijft dit raceweekend. Hier nogmaals de prestatievergelijking. Ja, we zien dat McLaren aan de aardig goede voorsprong heeft gemaakt. Ook geen updates heeft meegenomen. Ferrari komt wel wat dichterbij. En hetzelfde geldt voor Haas en Red Bull. Gaan we over naar de kwalificatie, waar ik denk dat wij absoluut geen favoriet zijn. Ik heb even een paar rondjes in de vrije training gereden. En de balans op één ronde is niet goed. De balans in de race is wat beter. En toen dacht ik van, weet je wat, dan kiezen we gewoon voor dat. De race is ook gewoon belangrijker dan de kwalificatie. Maar je moet wel gewoon een goede positie houden. Dus ik heb proberen daar een middenweg in te vinden, zodat we ook gewoon een goede kwalificatiepositie kunnen halen. En nee, dat zou ongetwijfeld geen pole position gaan worden. Want het gat in de training was al iets van 18e. Dus ik ben al blij als we het gat in ieder geval kunnen verkleinen. En we rijden in Q1 een hele slechte tijd. 1.29.0 vond ik geen goede tijd. En dat bevestigt de AI alleen maar meer. Want we werden wel eerste met deze tijd. Alleen als je de tijd verder doorspeelt, zie je al een gat van 10e naar Sergio Perez. En dan gaat gewoon iedereen over je heen. En zo staan we weer waar we ook eigenlijk stonden bij de vrije training. Gewoon een gat van 17e. Toen dacht ik van ja, is de vrije training dan zo accuraat ten opzichte van wat we nu laten zien? En dan zijn er ook nog opvallende uitvallers. Russell, Sainz halen Q2 niet eens. Dus Nick de Vries, Sargeant en Lawson ook niet. Zo zijn er opvallende namen wel door, zoals de Williams van Lance Stroll. Die haalt het over het algemeen ook niet vaak. Dan gaan we over naar de tweede kwalificatie, waar we dus weer bezig zijn met de run. En deze was wel iets beter, had ik het idee, maar ook weer niet goed genoeg voor pole. Ik had nou niet het gevoel dat ik 17e aan het winnen was in deze ronde, nee. Het was in een paar bochten dat ik dacht van, nou, deze neem ik wel beter dan de vorige. Maar dan gaat er ook vaak wel weer wat mis wat in die ronde niet misging. En zo stapelen de problemen zich een beetje op. Nou, een gat van een 10. Ik dacht van, nou, als dat zo blijft, dan kunnen we nog met Q3... Dan kunnen we nog wel met een goed gevoel naar Q3 gaan. Alleen, ja, het zit gewoon niet mee. Je krijgt klap op klap. Het gat wordt wel kleiner. Alleen 15e is gewoon nog steeds heel veel. En dan zien we ook nog eens dat mijn teamgenoot Q3 niet eens haalt. En ook de Alpine van Pierre Gasly. En de Alpine van Bottas halen het niet. Ook Lance Stroll en Guanyu Zhou halen het niet. En dat was toch wel een pijnlijke dat het team van Ferrari er eigenlijk zo slecht voor staat. En als de kwalificatie nog niet erger kon, is het ook nog gaan regenen in de derde kwalificatie. En we verliezen de auto in onze eerste run. Ik moest direct op de rem drukken, anders hadden we natuurlijk de muur geraakt. En ja, de achtervleugel krijgt dan schade. En dat ga je binnen 7 minuten gewoon niet kunnen repareren. Dus we moesten onze auto heel houden en gewoon weer opnieuw gaan aanzetten voor een rondje. En dat opnieuw aanzetten van een rondje gaan we ook zeker doen. We verbeteren 11 seconden. Want ja, hè, we zijn natuurlijk gespind geweest. En ik dacht van, nou, dan word ik sowieso niet laatste. Ik kreeg ook al een melding dat Sergio Perez en Charles Leclerc zijn uitgevallen. Alleen, Sergio Perez heeft alleen geen run neergezet. Dus wij worden sowieso niet laatste. Alleen staan we dus nu op de 6e positie. Want ik dacht van, nou, dat vind ik nog oké, weet je. Maar dan zien we dat Verstappen 2,3 seconden. Ja, en dan word je 9e. Ja, dat... Weet je, ik ben tevreden. 9e positie, het had veel erger gekund als we kijken naar onze teamgenoot. Onze rivaliteit, ja, daar gaan we wel een puntje helaas op missen. Want ja, Charles Leclerc op de 5e positie, wij op de 9e plek. Ja, dan krijgt Charles Leclerc een betere kwalificatiepositie. En dat zien we dus ook. Kwalificatiepositie bij een kruisje en hij een vinkje. Wat inhoudt dat hij een puntje inloopt. Maar het lijkt erop dat het gewoon beslist is, want we hoeven alleen maar de race voor Charles Leclerc te finishen en het is over en uit. Over de race gesproken, de weersvoorspelling, het blijft gewoon zo goed als droog. 8% kans is het hoogste wat er kan. Nou, op naar de race. Hallo en welkom op het circuit Paul Ricard, de huidige thuisbasis van de Franse Grand Prix. Een evenement dat helemaal teruggaat tot 1906. Het werd door de jaren heen op vele plaatsen gehouden, met beroemde momenten in Dijon en Magny-Cours, die schitterden in vele hoogtepuntenoverzichten. Laten we hopen dat we er daar vandaag meer van zien in de race. 6 bochten naar links en 9 naar rechts leveren een totaal op van 15 bochten hier op het circuit Paul Ricard, waarvan een ronde een totale afstand van 5,8 kilometer heeft. De gemiddelde snelheid ligt ergens in de buurt van de 230 kilometer per uur, met een maximale snelheid van zo'n 330 kilometer per uur op het rechte stuk Mistral. Het is tijd om te zien hoe de coureurs erbij staan na de spannende kwalificatie van gisteren.
Alexander Albon start vanaf pole position. En het is Kevin Magnussen op P2. Verder op de grid hebben we Norris, Hulkenberg, Leclerc, Verstappen, Tsunoda, Oscar Piastri, een Ferrari, Perez, Stroll, Ocon, Zhou, Gasly, Sainz, Russell, Liam Lawson, Sargeant, De Vries en Valtteri Bottas begint de race achteraan de grid. Nu de lichten bijna uitgaan, is het tijd om naar de baan te gaan. En wat is een Grand Prix weekend nou zonder de enige echte Bas van Damme naast me die, zoals altijd, verslag doet van alle spanning en sensatie. Zullen we het als eerste over Alexander Albon hebben? Dat was een zeer indrukwekkende kwalificatieronde om pole position te halen. Maar blijven zij de leiding houden tot aan de eerste bocht met zoveel starters om zich heen? Ik weet zeker dat ons een spannende start te wachten staat. Daarna worden ze allemaal wat rustiger en vinden ze een ritme terwijl ze de volgende fase van de Grand Prix plannen. Het is belangrijk om te weten wanneer je gas moet geven en wanneer je in moet houden, zodat je je banden niet te vroeg verslijt. Dan zijn we dus aangekomen voor de race waar we een volgende strategie gaan hanteren. Team wil hard medium en ik heb expres eventjes de bovenste aangeklikt, maar hard medium houden we zeker in ons hoofd, want vaak ligt de slijtage hoger dan dat we hadden verwacht en zo kan je niet verrast worden, heb je gewoon twee strategieën. Oké, gaan we over naar de race. De lampen zijn aan voor de Grand Prix van Frankrijk, dames en heren, en we zijn onderweg. Het lijkt erop dat Oscar Piastri niet zo'n heerlijke start heeft en ook Max Verstappen zakt door het ijs en gaat daarmee naar de 8e positie. Wij zitten een beetje niet op de racelijn, waardoor Verstappen er zich nog steeds naast kan remmen, wat natuurlijk niet zo heel fijn is, maar goed. Verstappen er dus nog steeds naast, nou nu niet meer inmiddels. Nee, nog wel steeds, ik keek naar een ander pijltje, sorry. Verstappen zit er nog naast en nu niet meer. Zo zien we ook een gevecht tussen Hulkenberg en mijn rivaal Charles Leclerc. En Leclerc haalt Hulkenberg in, maar dat komt ook, dan kunnen wij niet te vroeg op ons gas gaan. Anders knallen we in de achterkant van Hulkenberg, hierdoor profiteert Verstappen. En wij hebben niet zo'n heerlijke exit, maar we moeten de ERS vol gebruiken. En we zitten in de sandwich van Verstappen en Sergio Perez. Dit is niet wat je wil. En ik ga daarmee ook een middenweg zoeken. En dat is net niet een track limit halen. Ik heb dit 10 keer bekeken en het is oprecht net geen track limit. Oprecht niet. De herhaling van de start dan. Het is op zich een prima start volgens mij. Kwam iedereen wel goed weg. We zien een Haas op de eerste rij. We zien een Haas op de tweede rij. En zo heeft Haas weer een enorm goede kwalificatie. Wij zitten daar een beetje in het midden. Ja, je wil niet eraf crashen, dus je wil niet al te veel risico nemen. Maar ja, door dat niet te veel risico nemen, krijg je wel weer Verstappen om de oren. Althans, dat dacht ik. Maar we weten uiteindelijk nog wel beter weg te accelereren dan Verstappen. En zo hebben we in ieder geval de eerste ronde overleefd en staan we op de 7e positie. Kunnen we dan misschien ook Nico Hulkenberg gaan inhalen? Want de Haas rijdt best wel traag op zijn harde banden. Logisch, want wij hebben natuurlijk de medium strategie gekozen. Het enige nadeel is als je wel naar de hards gaat, dan heeft de AI een voordeel. Want die gaan dan naar de medium banden natuurlijk. Het doel is in ieder geval om de reeks van de tweede plekken te doorbreken en dan gewoon weer een keer een race te winnen. Ik ben nog steeds van mening dat het vanaf deze positie moet kunnen, want iedereen zit hier vanaf hier nog dicht bij elkaar. We moeten alleen wel snel door het veld heen komen, anders heb je wel kans dat de leider alweer ver weg is. En ja, je wil natuurlijk niet voor de 4e keer op rij tweede worden, dat zal toch wat zijn. Nou, in ieder geval Nico Hulkenberg en de Haas gaat wat traag. Hij ziet al dat we eraan komen, verdedigt niet de racelijn. Dan vind ik eigenlijk dat je de deur gewoon openzet. Dan ben je gewoon kansloos. Want ja, te remmen op de racelijn is gewoon veel meer grip. Dan kan je gewoon laten remmen. Kan je gewoon sneller op je gas gaan. En ja, dan ben je als Nico Hulkenberg gezien. Ik denk ook niet dat de Haas bezig is met ons. Want hij weet natuurlijk dat wij een wat snellere auto hebben. Charles Leclerc dan. Ja, die moeten we ook gaan inhalen. Want dan is de rivaliteit in ieder geval ook beslist. En de rivaliteit is beslist. We hebben Charles Leclerc ingehaald. Als hij nu niet meer terug kan komen, wat we in ieder geval gaan blokkeren, dan is Charles Leclerc kansloos om deze rivaliteit nog überhaupt om te keren. Dan kijken we even naar de race van Max Verstappen, want daar gaan we ook heel veel replays van krijgen. Hier verremt hij zich, waardoor Guanyu Zhou er volgens mij makkelijk aan voorbij kan. En zo zakt Verstappen een beetje verder door het ijs. De McLaren sluit achter zijn versnellingsbak aan. Ook Ocon komt dichter bij Max Verstappen. Gaat Verstappen dan een drama van een race krijgen? Want het ziet er niet naar uit dat Red Bull de zaakjes goed voor elkaar heeft. Want ook de McLaren gaat eraan voorbij. Zo gaat Sergio Perez voorbij aan zijn oude teamgenoot.
En ja, Verstappen heeft gewoon niet zijn jaar. Ondanks dat hij nog wel probeert bij Perez, lukt het hem niet. En dan gaat ook nog eens Esteban Ocon er proberen aan voorbij te komen. En hij haalt zelfs de McLaren van Sergio Perez in. Zo heeft Ocon een prima inactie gedaan. Maar is het natuurlijk een dramadag voor het team van Max Verstappen. Zijn wij aangesloten bij de Alfa Romeo van Yuki Tsunoda. Ook wel Yuki de rookie, ondanks dat hij geen rookie meer is. Tsunoda getransferd dus naar Alfa. Alleen, ja, het is nog niet een gelukkig huwelijk. Tsunoda heeft wel een paar punten gepakt, maar dat deed hij ook in de Alfa Tauri. Nick de Vries is nog de enige op de grid die nog nooit in een Formule 1 seizoen punten heeft gehaald. Op deze grid dan. Zo kijken we ook naar de Williams van Logan Sargeant. Want dat is de enige coureur die eigenlijk nog geen transfer heeft gemaakt samen met Max Verstappen. En over die Max Verstappen gesproken, die wordt ook gewoon ingehaald door... Sorry, het is niet Logan Sargeant, het is Lance Stroll. Lance Stroll in de Williams gaat gewoon voorbij aan Max Verstappen. En het lijkt erop dat Verstappen dan gewoon een probleem heeft. Of er zijn echt problemen met de Red Bull. Nou ja, problemen in de zin van de setup. En zo is Stroll er officieel aan voorbij. Ja, en dan ben ik nieuwsgierig of Verstappen zijn race nog kan omdraaien naar iets positiefs. Wij hebben de nummer 3 en 2 voor ons. Wat inhoudt dat er dus een podiumpositie zeker mogelijk is. Alleen hangen we een beetje in de DRS. We zitten bijvoorbeeld nu binnen DRS. Alleen de eerste en tweede bocht gaan over het algemeen. Daar gaan we niet snel genoeg doorheen. Waardoor je alweer buiten de seconde zit. En ja, dat is gewoon één groot nadeel. Ik moet er wel bij vermelden dat wij in de 18e zaten, maar op het DRS-punt nog niet. Dus het was sowieso kansloos. Nou, in de 9e ronde van de race komen we wel iets dichter bij Kevin Magnussen. Hij probeert Lando Norris in te halen, dat lukt hem niet. Hierdoor gaat hij trager door de bocht. Dan kunnen we misschien toch een inhaalpoging gaan proberen op de Haas. Het zou fijn zijn als het lukt. De Haas gaan we proberen in te halen. We zetten onze ERS aan, we proberen het ook. We kijken ook, alleen ja, je wil niet te veel risico nemen. Een vierde positie is op dit moment ook gewoon prima als je kijkt waar je vandaan komt. Je komt van de 9e positie, dus probeer je hoofd gewoon cool te houden, dacht ik tegen mezelf. Dat is lastig, want je wil er gewoon zo snel mogelijk aan voorbij. Omdat je ziet dat Alex Albon, de leider in de race, gewoon verder en verder wegrijdt. Terwijl jouw doelstelling is om deze race gewoon te winnen. Maar soms moet je ook gewoon genoegen nemen met wat je hebt. En Magnussen en Norris staan dus nog steeds op de derde en tweede positie. Charles Leclerc op 2,4 seconden achterstand van ons. Dus we rijden een beetje in niemandsland. Norris is ingehaald door Kevin Magnussen. En hierdoor heeft Norris wel een probleempje. Zijn mediumbanden slijten wel een beetje onder hem vandaan. We zagen dat zijn achterkant op zoek was naar grip. En grip wat er niet was. En daardoor kunnen wij voorbij aan de Mercedes-coureur. En liggen we op een podiumpositie. En dat is de derde plek. Maar ja, we nemen daar natuurlijk absoluut niet genoegen mee. En gaan nu pushen richting de Haas voor de tweede positie in deze race. En op zich, ik had toch wel het gevoel dat mijn medium banden niet zo traag waren. Mijn mediums hadden echt nog wel grip. En we kijken weer naar de race van Max Verstappen. Want ook Oscar Piastri, mijn oude teamgenoot bij Aston Martin, die daar dus nog steeds rijdt, gaat voorbij aan de Red Bull coureur. En ook voorbij, nee, hij gaat poging tot een inhaalactie op de Alfa. Maar daar kwam hij toch achter dat hij daar nog te ver weg voor was. Nou, dan staan wij op de derde positie nog steeds en komen we steeds dichter bij Magnussen. Sterker nog, het wordt gewoon een inhaalactie op Kevin Magnussen. En zo zijn we op de tweede positie in deze race. En is het dan toch misschien nog haalbaar om deze race te winnen? Of moeten we genoegen nemen alweer met een tweede positie? Ik dacht van, daar wil ik gewoon niet genoegen mee nemen. Ik wil deze reeks gewoon doorbreken. Dat was ook de doelstelling. En daarom dacht ik van, als we nou straks naar binnen gaan... Want we lopen ook niet uit in de laatste paar rondes op Magnussen. En toen dacht ik van, ik moet naar binnen. Anders wordt dit weer een inhaalactie op de baan en dan rij je weer derdes. En dan loop je gewoon weer achter de feiten aan. Wat ik niet wist, is dat ook Alex Albon naar binnen duikt. Waardoor ik wel dacht van, ja, dit is een undercut probleem toen ik zag in de editing. Want ik vond het al raar dat Albon gewoon dezelfde voorsprong ongeveer had. Maar ja, hè, Albon duikt gewoon tegelijk met onze pitstraat in. Dat kan allemaal. Ook Magnussen en Norris en Leclerc duiken tegelijk naar binnen. En Leclerc is wel een probleem, want misschien moeten we daar wel op gaan wachten. Wij zijn als eerste bij onze pitstraat. De harde band gaat eronder. Ja, we zijn afgeweken van de strategie. En we rijden in Charles Leclerc. Ja, het is eigenlijk een unsafe release. Maar gelukkig kan je daar geen gridstraf voor krijgen in deze game.
Want dit is ook niet mijn fout. Het lampje was op groen, dus dan is het de fout van het team. En vind ik dat het team het boete moet krijgen. Ik vind niet dat dat bij de coureurs hoort, maar goed, hè. Aan de ene kant snap ik het ook wel weer, want het heeft wel te maken met een racevoordeel. Maar ja, het heeft beide kanten. Het is een fout van het team, maar de coureur wordt gestraft. Ja, hè. Maar goed, dat zit niet in deze game. Nick de Vries op de plek 7. Dan weet je zeker dat er nog heel veel mensen moeten pitten. Want ja, hè, de Vries op 7, ja, daar mag hij van dromen. Want hij heeft nog steeds geen punten gepakt. En ja, de Alfa Tauri is gewoon nog steeds het slechtste team. Maar ook omdat Tsunoda wel buiten die auto... Ja, hij steeg wel boven die auto uit en de Vries niet. Ja, dan heb je geen transfer verdiend. En Tsunoda zit nu bij een beter team, Alfa Romeo. Want die zijn namelijk het ene laatste team. En dat is dus niet het laatste team. Ook de teamgenoot van Nick de Vries rijdt niet zijn beste race. Ondanks dat hij natuurlijk wel gewoon weer voor de Vries rijdt. Wat eigenlijk best triest is, want Lawson komt rechtstreeks uit de Formule 2. En wij zijn Lawson inmiddels ook voorbij. Wel op nieuwere banden moet ik erbij vermelden. En we willen ook nog graag de Alpine van Pierre Gasly proberen in te halen. We rijden een paarse eerste sector en een groene tweede sector. Nou, ik denk van die snelste raceronde kan ik uit mijn hoofd zetten, want we hebben last van verkeer. En dat gaat natuurlijk trager en Albon rijdt in vrije lucht. Want hij ligt alweer gewoon aan een tijdje aan de leiding. Want Albon reed ook bij verkeer. Alleen kon daar vele malen sneller aan voorbij dan dat wij dat gingen. Maar toch, een 1.31.2 is de snelste raceronde. En uiteindelijk verbeteren we die nog naar volgens mij een 1.31.0. Omdat de laatste sector waar we dus in verkeer zaten ons toch nog de snelste raceronde opnieuw opleverde. En hier zien we een interactie van Carlos Sainz. Dit keer geen Max Verstappen die daar nog voor rijdt. Carlos Sainz haalt de Alfa Romeo van Zhou in. Want Tsunoda rijdt verder voorin. De 19e ronde van de race en we rijden een beetje in niemandsland. Het is een beetje een saaie race aan onze kant. We weten niet zo goed wat we moeten doen. 3 seconden voorsprong op Magnussen en 6 seconden achterstand op Albon. Ja, en ik denk van ja, dan wordt het waarschijnlijk weer een tweede plek. Want die banden van Magnussen gaan alleen maar aftakelen, want dat is de mediumband. Wij hebben de harde band, dus wij kunnen langer doorpushen. En Albon, ja, daar loop ik lichtelijk op in. Maar het is nou niet dat ik denk van nou, over zoveel ronden zitten we echt pal in de staart van Albon. Nee. Zo hard loop je nou ook weer niet in. Het is gewoon klaar. En hier zien we trouwens ook nog een interactie van mijn teamgenoot Ocon. En dit is een belangrijke, want hij haalt de Williams van Lance Stroll in. En elk puntje in de constructeurstitel is belangrijk. Het zou fijn zijn als hij ook nog voor Lando Norris kan eindigen. Maar dat lijkt een kansloze zaak. In de 22e ronde van de race, ja, zien we wel dat het gat naar Albon iets verkleind is. Dat is nu 4.7 seconden. En het gat naar Magnussen is bijna 4 seconden. Maar goed, het is nog niet dat je denkt van met nog 5 rondes te gaan van nou, hè, Albon, die gaan we straks inhalen. Nee, ik denk dat het gat ongeveer 2 seconden wordt en dan valt de finishvlag al. En dat is eigenlijk gewoon een pijnlijke conclusie, ondanks dat we wel laten zien natuurlijk dat we een snelle auto hebben. Hier zien we mijn teamgenoot die een McLaren gaat inhalen. En dat is de McLaren van Sergio Perez. Want die heeft opnieuw problemen in deze race. Sergio, dan daar kregen we een boordradio van. Sergio Perez heeft opnieuw problemen met zijn auto. En zoals ik in de vorige video ook al zei, heeft McLaren enorm veel problemen met de duurzaamheid van hun auto. Hun motor laat het vaker in de steek dan dat ze finishen. Of ze finishen op een hele lage positie. Terwijl een auto in potentie het nummer 1 team is op papier. Alleen het komt er niet uit, want de durability is gewoon belangrijk. Duurzaamheid in het Nederlands. En ja, als je dat niet voor op orde hebt, ja, dan val je gewoon buiten de boot. En zo verlies je 2 posities in 1 ronde. En lijkt het weer een puntloze race voor Sergio Perez. 25e ronde van de race zien we wel dat Albon 3.6 seconden nog voor ons rijdt. Maar ook dat Piastri, de Aston Martin, de wedstrijd moet staken in de laatste paar rondes van de race. Zuur voor hem. Want hij was nog maar 2 rondes verwijderd van de finishvlag. Laten we eens even kijken wat er aan de hand was met Oscar Piastri. Lijkt denk ik op een... Even kijken. Ja, daar valt de gele vlag. Ja, daar vergeeft de versnellingsbak van de Aston Martin het. Of een ander onderdeel. In ieder geval een belangrijk onderdeel. Want hij valt uit in nog maar 2 rondjes te gaan. En dan gaan wij over naar de laatste raceronde. 27e ronde. En Ocon ligt op de 5e positie. Zijn in de actie. Krijgen jullie straks te zien. En toch heeft hij het dus voor elkaar gekregen. Hij heeft Lando Norris ingehaald. Wat inhoudt dat Ferrari weer uitloopt op het team van Mercedes in de constructeurstitel. Dat gat kan gewoon meer dan 100 punten worden.
Maar dat gat gaan jullie straks zien, wat het gat in de rijders en in de constructeurs inhoudt. Want de gat in de rijders wordt ondanks onze tweede plek vergroot. Want daar stond een Mercedes-coureur op de tweede plek en dat staat hier nog steeds. Voor Ocon is dit ook een belangrijk resultaat, maar straks dus het driverskampioenschap. Eerst de laatste bocht zijn we al door en wij worden voor de vierde keer op rij tweede in dit Formule 1 kampioenschap. Great drive. Everyone here is really happy with that performance. Well done, mate. De driver of the day is Carlos Sainz geworden in zijn Red Bull. En jullie krijgen dus nu de interactie van Esteban Ocon op Lando Norris. Je ziet hem met zijn DRS in de versnellingsbak kruipen, want Norris heeft geen DRS. En door het wat laten remmen komt hij er volledig naast en is hij eraan voorbij. Norris probeert het toch wel, maar het lukt niet om de Ferrari in te halen. En daardoor moest Lando Norris ook nog vrezen voor zijn zesde positie. Maar die heeft hij uiteindelijk volgens mij gehouden. En kijkers, ze zijn onderweg naar het podium. Een geweldige race van het team van McLaren. Wat fijn om ze op de bovenste tree van het podium te zien. Dames en heren, dit was dan de Grand Prix van Frankrijk. Wil je deze serie vooruitkijken? Want je denkt van dit vind ik leuk, daar wil ik meer afleveringen van zien. Dan kan je een lidmaatschap aannemen voor 2 euro per maand. Dat is ons Formule 1 lidmaatschap. Hierbij heb je toegang tot alle Formule 1 video's. Nou, dit is het Drivers-kampioenschap. We hebben 88 punten gehad op George Russell. En Ocon nadert de tweede positie in het kampioenschap. Ocon komt van ver. En dat is dus een knappe prestatie. Ferrari vergroot het gat naar Mercedes met maar liefst 107 punten in de constructeurs. Redelijk pijnlijk voor het team van Toto Wolff. Ook het team van Christian Horner Red Bull staat 162 punten achter nummer 1 Ferrari. Oké, wij hebben ook de rivaliteit met Charles Leclerc gewonnen. Het gat is dik. 18 of 16 punten iets. Nou, dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken voor meer. En druk op dat melding om geen video's te missen. Nou, toedeledokie! Vooruitkijken? Neem dan een lidmaatschap. Doei!